En de nieuwe maand is weer begonnen. Wat betekent dat er weer een maand favoriete is vandaag? Ik weet niet waar ik mijn schrift heb. Geen paniek, ik heb mijn schrift. Deze maand was een maand van spelletjes. We hebben twee spelletjesavonden gehad met hele andere mensen. Dus Joren en ik wel met tweeën, maar dan bij hele andere mensen. Waar we ook hele andere spelletjes hebben gespeeld. En we hebben ook hier veel spelletjes gespeeld. Waaronder eentje die we bij de kringloop hebben gekocht. En die kun je in de kringloop shoplog ook zien. Ik kon niet mijn favoriete spelletje van de maand uitkiezen. Dus wat dat betreft boffen jullie. Want jullie gaan nu over drie spelletjes horen die jullie wellicht nog niet kennen. En het is wel zeg maar per spelletjesavond of zeg maar hier thuis. Dus met de eerste spelletjesavond hebben we verschillende spellen gespeeld. Maar Pip, wat ben je aan het doen? Ligt de bal daar? Ja, je bal ligt daar. Oh. Dit is Pips favoriet spelletje van de maand. Mooie vangst. Oké, bij een spelletjesavond van Jorens vrienden die zeg maar kent van de universiteit, speelden we verschillende spelletjes. En mijn favoriet spelletje van de avond was Dixit. En dat was een heel leuk spel. Je kreeg allemaal 5 kaarten en dat waren gewoon geen normale kaarten. Met gewoon allerlei tekeningen erop. Gewoon kon van alles zijn. Bijvoorbeeld, ik had een plaatje van een klein jongetje in een krokodillenpak. Al super schattig. En hij had een koffertje bij zich en hij keek heel schattig en lief omhoog naar iemand. Maar daar hield de kaart op, dus niemand weet naar waar hij kijkt. Nou, daar heb je dus 5 van die kaarten. En stel je voor, ik ben eerst aan de beurt. Dat betekent dat ik een thema mag verzinnen. Ik kijk dan naar mijn kaarten en ik ga dan een thema bedenken waar een van mijn kaarten bij past. Zoals die foto, of het plaatje van net wat ik vertelde, de jongen in een krokodillenpak met zijn koffertje. Daarbij had ik het thema bedacht. Ik ga op reis en ik neem mee. Dus dan zeg je jongens, het thema is ik ga op reis en ik neem mee. En dan leg je je kaart ondersteboven dat niemand hem kan zien neer. Iedereen kijkt dan in zijn eigen kaarten die ze in hun hand hebben. Om te kijken welke kaarten zij bij dat thema vinden passen. Nou, de beste leggen ze neer. En dan, als ze daar allemaal liggen, dan moet ze uiteindelijk wordt alles omgedraaid. Degene die het thema heeft bedacht, die gaat dus alles even door elkaar en alles neerleggen. En dan moeten de mensen raden welke kaart ik heb neergelegd. Dus op welke kaart het thema oorspronkelijk gebaseerd is. En dus die moet je dan dus kunnen onderscheiden van de kaarten die mensen achteraf bij het thema hebben gevoegd, zeg maar. Nou, en dat is heel leuk en daar heb je een beetje fantasie voor nodig. En ja, dat vond ik heel leuk om te doen. Nou, we waren daarna naar een spelletjesavond van collega's van Joren en Pip! Wat doe je? Gaat heel snel van het bed af. Ja, dat mag niet. Alles is in orde. Ik ga even mijn camera aan de lader leggen, want die gaat bijna uitvallen. Oké, geen paniek. Alles is gefixt. Pip is rustig. Camera is aan de lader en ik kan verder met mijn verhaal over de spelletjesavond bij de collega's van Joren. Daar hebben we verschillende spellen gespeeld. Er waren heel veel leuke spellen bij. Maar mijn lievelingsspel van de avond was het woordenboekspel. En niet alleen omdat ik er super goed in was. Vooral in het begin. Ik stond eerst echt bijna eerste. Terwijl ik het nog nooit had gespeeld. Met allemaal oude wijze mensen die het er heel vaak hadden gespeeld. Op de gedeelde eerste plaats met mij of zelfs onder mij. Nou, dat was echt geweldig. En dat gaat als volgt. Je pakt een woordenboek. Wacht, ik ga het demonstreren. Want Joren heeft toch 100 woordenboeken. Woordenboek. Oké. Je pakt een woordenboek en slaat hem open op een willekeurige bladzijde. En de kans is vrij groot dat je hier wel een woord op kan vinden waar je zelf nog nooit van hebt gehoord. Laat me even zoeken. Je mag ook doorbladeren als je nog niks hebt gevonden. Nou, ik wil te graag een goed woord vinden. En dan zul je dat niet vinden. Hier, ik heb een woord. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, maar goed, ik hoop dat niemand dat kent, dus dan geeft het niet. Cabanes. Nou, dan zeg je eerst, jongens, kent iemand hier het woord cabanes? Zeggen ze allemaal, wat? Nee, nog nooit van gehoord. Oké, nou, schrijf maar op wat je denkt dat dat betekent. En dan schrijf ik als leider, ik heb het woord gevonden, schrijf ik de echte betekenis op. Wat trouwens is
kast, gate, kot, kroeg, slaapsteen. Die kroeg er ook tussen. Nou ja, goed. Maar het kan ook zijn herriedrukte. Maar goed, dat schrijf ik dan op. En alle andere mensen schrijven hun betekenissen op. En iedereen geeft het aan mij. En ik hussel de flussel door elkaar. En dan lees ik ze allemaal voor. En dan moeten de personen, die dus die niet mij zijn en niet het woord hebben gezocht, die moeten dan raden wat de juiste betekenis is. En nou, dan krijg je een punt. Je krijgt een punt als je de goede betekenis raadt. Maar je krijgt ook een punt als mensen jouw betekenis hebben geraden. Dus je moet ook proberen iets heel geloofwaardigs op te schrijven. En daar op een gegeven moment had ik wel door hoe je iets geloofwaardigs op kan schrijven. Dat mensen denken dat dat het echte woord was. Dus dat vond ik heel erg leuk. En het kan ook heel grappig zijn als je het met grappige mensen speelt, wat wij wel deden. Want mensen hebben soms echt hele grappige betekenissen, zeg maar. Dus, dat was het woordboekspel. Nou, en vervolgens zijn Joren en ik dus hier dat spel gaan spelen dat we op de kringloop hadden gehaald, gekocht. En dat is National Geographic Global Pursuit. En dat is heel leuk. En dat is dus wat je hier ziet. Dus ik dacht eerst van, oh kijk nou, ze hebben stukjes van de wereld laten zien. Grappig. Maar het gaat dus ook echt om zulke kaartjes. Het zijn allemaal zulke kaartjes met stukjes van de wereldkaart. En die moet je dan aan elkaar gaan leggen op een manier die klopt, zeg maar. Maar omdat ze zeg maar vijfhoekig zijn, krijg je een hele gekke wereldkaart. Ik weet niet of jullie het zien. Dit is... Excusez-moi. Och, jeetje. Dat is natuurlijk Noord-Amerika. Dit. En dan is dit zeg maar dat stukje dat overgaat in Zuid-Amerika. Midden-Amerika dus. En dit is dan Zuid-Amerika. En dan is hier Afrika. En dan is dus hier Europa. En dan gaat hier heb je Azië. En dan heb je hier dat gaat... Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dan gaat het hierdoor naar Australië. Ja, en dan dit is Indonesië. En hier zit het weer vast aan ja, Azië dus. En maar dit is heel erg leuk en ik ga even wat dichterbij komen om jullie te laten zien. Dus dit soort gekke beelden krijg je dan. En je hebt dus ook, je ziet verschillende kleuren, omdat je verschillende soorten kaarten hebt. En... als je iets goed hebt neergelegd, moet je een vraag beantwoorden. En als je de vraag goed beantwoordt, dan krijg je nog extra punten. Maar je krijgt ook al een punt voor het goed neerleggen, zeg maar. Ik begin ook de wereld meer te begrijpen. Want op zichzelf begrijp ik de wereld niet zo goed. Want er is dan een wereldkaart. En die stopt hier en die stopt hier. Maar dit zit zo aan elkaar vast, want de wereld is rond. Maar ik heb geen ruimtelijk inzicht om dat te begrijpen. Dus dit is ook een heel leuk spel. En dat heb ik dus met Joren heel vaak hier, terwijl we eigenlijk aan ons scriptie moesten werken, maar dan zei Joren weer spelletjes spelen en dan gingen we spelletjes spelen. Ja, want zo werkt het hier. Goed. Nu ga ik door naar films. Wij zijn deze maand naar 4 films geweest. En ik had bedacht, ik kan jullie wel vertellen wat mijn favoriete film van de maand was, maar dat zegt niet zoveel als jullie niet weten wat ik ook heb gezien. Als ik nou gewoon alles had gezien wat draaide, dan zei ik wat meer. Maar ik heb niet alles gezien wat draait. Dus ik dacht, ik noem gewoon alle films die ik heb gezien. En zeg heel kort waar het over gaat en geef het een cijfer. Mijn gedeelde derde plaats bestaat uit Their Finest en Down to Earth. Their Finest was heel erg leuk. Tot aan de pauze. En daarna, na de pauze was het ook nog wel leuk. Maar toen gebeurde er iets in de film. Dat vond ik zo stom. Dat was zo onnodig en ik wil gewoon heel graag dingen begrijpen die in een film gebeuren. Maar het was wel heel leuk. Het was met die ene gozer van Love Actually die zegt: "Oh, kids, don't buy drugs. Become a popstar and you'll get them for free." Hij dus. En het gaat over een... ja, het is oorlog. Ik wil zeggen de Tweede Wereldoorlog. En het speelt zich af in Engeland en alle mannen zijn in het leger, dus die zijn al weg en de vrouwen moeten werken. En de hoofdpersoon van de film, zij wordt uiteindelijk gevraagd om aan een film mee te schrijven, omdat zij zeg maar de vrouwentaal moet schrijven. Want over het algemeen maken mannen de films, want de mannen werken. Maar mannen die kunnen de vrouwendialogen niet goed maken, want die begrijpen niet waar vrouwen het over hebben. En dan maken ze dus een hele film over iets dat echt gebeurd is. En ja,
het is gewoon wel een leuke film. Maar ik vond hem, hij is grappig en ik vond hem ook mooi. Maar ik vond dus, met het einde ben ik het absoluut niet eens. En op de andere, dus ook derde plaats, staat Down to Earth. Die hebben we vandaag gezien. En dat was een mooie film. Het ging over een gezin. Een papa en een mama en drie kinderen. En die zijn echt 5 jaar lang gewoon echt overal geweest. In Zuid-Amerika, in Afrika, in Europa. Daar kwamen ze ook vandaan. En in Azië en in Australië en weet ik veel waar nog meer. En ze waren op zoek naar de Keepers of the Earth. Dus zeg maar naar die zweverige mensen. Die dan zeggen, oeh, wij zijn één met de natuur. En lalala. Dat soort mensen. En dat was wel interessant. En dat was ook wel hele mooie natuurbeelden. Dus het was heel mooi om te zien. Er was dat één man in de bioscoopzaal die het wat minder mooi vond om te zien. Want die was op een gegeven moment in slaap gevallen. Wat op zich niet erg is. Het is jammer van je betaalde kaartje. Maar als jij wil slapen, je kan lekker slapen in een bioscoopzaal, dan moet je dat doen. Maar, dikke tip, doe het niet als je snurkt. Want dan zal iedereen je horen. Ja, dat was een mooie film. En dan gingen allemaal helemaal wijze medicijnmannen en vrouwen trouwens ook. Die gingen zweverig praten. Ja, zeiden op zich. Nou ja, ik vond het wel. Het was een documentaire trouwens. Als je dat nog niet door had. En ja, ik vond het wel een mooie film. Maar het is dus niet iets wat ik uit mezelf heel snel zou zien. Maar ik vond het mooi. En allebei die films krijgen een 7,5. Gaan we naar nummer 2. Nummer 2 was A United Kingdom. Dat ging over een meisje uit Engeland ook. Uit Londen geloof ik. En zij werd verliefd op een of andere vent uit, ik wil zeggen, Afrika. En hij zou koning worden van een stamshoofd, weet ik veel, koning, ik weet het niet meer. Nee, wel koning. Hij zou koning worden. En blijkbaar als je koning wordt in die hoek, word je eerst als student, zeg maar, studentleeftijd gestuurd naar Londen om daar de rechten te studeren en slim te worden. Om vervolgens met de Engelse kennis terug naar Afrika te gaan en daar een mooi bestaan te leiden. Maar hij werd verliefd op een Engelse vrouw. En dit is dus ook weer lang geleden. Maar ik weet niet hoe lang. Dat ben ik vergeten. Zij werden verliefd op elkaar, maar ja, die man kwam uit Afrika en was vrij donker. En dus iedereen keek die vrouw erop aan dat zij met een donkere man dat ze verliefd was worden op een donkere man. En hij werd aangekeken omdat hij kon eigenlijk helemaal niet een blanke vrouw meenemen als zijn koningin. Dat was gewoon helemaal niet de bedoeling. Maar ja, liefde overwint alles. En ja, vond ik een leuk film. En die film krijgt een 8. En op nummer 1 staat, en misschien kun je het al raden, want het is een film die nu draait. Die waarschijnlijk iedereen heeft gezien. En als je niet hebt gezien, ben je een cultuurbarbaar. En moet je hem alsnog gaan kijken. Want dat is natuurlijk Belle and the Beast. En die was alles wat ik ervan had verwacht. En nog beter. En ik werd er zo blij van. En ze had een hele jurk aan. En ze ging dansen. En dat was zo'n mooie film. Met de muziek. En de blije mensen. En ze gingen zingen. En het was, en met Emma Watson. En ik hield gewoon heel erg van die film. En ik zou eigenlijk niet echt iets kunnen bedenken wat er mis mee is. Maar het is meer een beetje tegen mijn principe in dat ik geen 10 geef voor iets wat zo subjectief is. Dat vind ik gewoon, voelt gewoon gek. Dus geef ik het een 9,5. Maar het was echt heel erg geweldig. En als je het nog niet hebt gezien, dan raad ik het je heel erg aan om te gaan kijken. Vooral als je een beetje van Disney houdt. Dan ga ik nu praten over mijn lievelingsliedje van de maand. En dat was van Demi Lovato en Cheat Codes. Ik had nog nooit gehoord van Cheat Codes en ik heb me nog niet in verdiept. Dus volgens mij is het een band, maar heel zeker, dat doe ik niet. Ik ben erbij gekomen door Demi Lovato, waar ik heel erg fan van ben. En het liedje heet No Promises. En het is heel leuk. Het heeft een beetje iets weg van Closer. Heet het Closer? Van de Chainsmokers. Daar heeft het iets weg van. Ik ga ondertussen jullie mijn favoriete outfit laten zien van de maand. En dat is wat ik nu aan heb. Dat is mijn broek, mijn zwarte broek, die ik heel vaak aan heb. Van de H&M trouwens, maar dat broek is best wel oud. Dit truitje is van de HEMA, er staat dancing op met een hartje, want ik hou van dansen. En ik kocht het een beetje met het idee van, ja, gewoon een leuk t-shirtje. Maar ik had nog niet echt bedacht hoe ik het ging dragen.
Toen bedacht ik me dat ik het in mijn broek kon doen. En daar hou ik van. Dat weet je als je mijn filmpje hebt gezien waarin ik kleren van Joran aan doe. Even tussendoor. Ik ga halen. Wat ik heb laten zien. Want we hebben nog boter, we hebben nog brooddeeg. Heb je nog melk? Twee appels. Bananen. Zullen we maar een lijstje maken? Maar goed, dit vond ik dus wel een leuke outfit. Een beetje simpel, maar ik vind toch doordat het gewoon... Het is een simpel t-shirtje, waardoor dat je hem in de broek doet, vind ik het toch meteen een stuk... hippers. Oeh, Pip! Hey! Stil! En dan wil ik jullie als laatste van de maand mijn... nog één favoriet zeggen, vertellen. En dat is eigenlijk de favoriete verrassing van de maand. En de favoriete Joran-actie van de maand. En dat is het krijgen van onze drone Rodi. En die is van Bonnie geweest. Als je dat niet wist, ik heb er een filmpje over gemaakt. En ik heb ook al een filmpje van de dronebeelden. En het is heel cool en... Oh, hij ruikt niet naar mij. Misschien ruikt hij nog naar Bonnie. Ik weet niet. Ik weet niet hoe Bonnie ruikt. Beetje raar van je. Oké. En ik ben er heel blij mee. En het is een heel leuk speeltje. En het was een super, super lief cadeautje van Joran. En we gaan er zeker binnenkort weer iets mee doen. Dat waren mijn favorieten van de maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie meer van de favorieten... van de maand willen zien, dan moeten jullie abonneren, want het komt elke maand. En dan zien jullie als eerste wat het er weer is. Oké, tot woensdag bij mijn volgende filmpje. Doei! Oké, ik heb banaan, salade, brood, keer 2, 2 appels, 2 sinaasappels.